Rova is begonnen met de uitrol van een nieuw afvalinzamelingsconcept. Dat noemen wij omgekeerd inzamelen. Binnen dat concept is er heel veel focus op het hergebruik van restmaterialen. Een van de aspecten van dat nieuwe systeem is dat wij uiteindelijk de restafvalcontainer bij de burger weg gaan halen. En dat wij de burger eigenlijk gaan dwingen om zijn restafval naar een ondergronds inzamelsysteem te brengen wat bij hem in de buurt ligt. Daar moet hij dus moeite voor doen. Voor overige fracties die echt geld waard zijn, zoals papier en kunststof, daar gaan we de burger service op verlenen. Nou, doordat wij dat concept over onze 20 gemeenten aan het uitrollen zijn, gaan onze ondergronds inzamelsystemen in hoeveelheid ontzettend toenemen in de komende jaren. We zitten nu op 1300. We gaan toe naar 2500 tot 3000 systemen in de komende jaren. Nou, dat biedt bepaalde uitdagingen. We halen die inzamelsystemen nu op met vrachtwagens die vaste routes rijden. Dat zou betekenen dat wij een verdubbeling van het aantal vaste routes gaan krijgen met verdubbeling van containers. Maar dat we ook nog eens een keer een verdubbeling van het aantal vrachtwagens zouden krijgen. Nou, dat leek ons eigenlijk wat te veel van het goede. Dus we zijn gaan kijken van, halen wij nu die inzamelingssystemen wel optimaal op? Hè, kunnen we dat niet slimmer doen? Nou, een van de aspecten waarnaar we hebben gekeken is, nutten wij de vulgraad van de systemen wel optimaal uit? Hè, halen wij ze niet te vroeg op als ze nog niet vol genoeg zitten? Nou, een proof of concept hebben we gedaan samen met GMT en Ortec. En daaruit is gebleken dat onze vulgraad op dit moment om en bij de 45 tot 55% zit. Dus die containers zijn nog lang niet vol op het moment dat wij ze ophalen. Dat moet makkelijk toe kunnen naar 70, toch misschien wel 80% zeg maar. Dus we hebben eigenlijk het concept gelanceerd dat wij systemen eigenlijk pas willen gaan ophalen op het moment dat ze ook echt vol zijn. Waardoor we die vulgraad gewoon naar boven kunnen halen. Nou, dat is voor menselijke planners gewoon ondoenlijk om die systematiek uitvoer te brengen. Dus daar heb je systemen voor nodig. Nou, een zoektocht heeft ertoe geleid dat wij uiteindelijk bij GMT met Ortec uit zijn gekomen. Die een systeem ter beschikking hebben die je helpt met het analyseren van je vulgraadinformatie. Signalen geven wanneer een container eigenlijk opgehaald zou moeten worden. En die ook nog eens een keer de verbinding kan brengen met het optimaal roteren van vrachtwagens over die routes. Dus uiteindelijk gaan wij systemen alleen ophalen als ze vol zijn. En we gaan ze ook nog eens een keertje eigenlijk met de optimale route ophalen. Nou, dat gaat ons, als je kijkt naar vrachtwagenbewegingen, minimaal 20% in vrachtwagenbewegingen schelen. Dat gaat dus ook minimaal 20% in kosten uiteindelijk schelen die wij nu maken om die systemen te kunnen inzamelen. En de winst kan nog wel eens een keer veel groter liggen. Dus het is een investering in een systeem die ons uiteindelijk gewoon ontzettend veel waarde in onze bedrijfsvoering gaat brengen. We kunnen wagens uitfaceren, we hoeven geen nieuwe aan te schaffen, we hoeven geen planners meer aan te nemen om dit te kunnen managen. Uiteindelijk zijn we zo optimaal mogelijk bezig met het doen van ons werk, het inzamelen van huisvuil.